luisteraars, goedemorgen. Het is een beetje regenachtig vandaag op deze vrijdag van 15 juli 2022. En ik ben Carlos Lindveld, uw gastheer voor vanmorgen. Wat gaan we doen? We gaan de actualiteiten met u behandelen. En eigenlijk is het sinds een paar dagen al dat men erover praat en eigenlijk een beetje laconiek erover wil zijn. Van ja, we ontmoeten elkaar en we zeggen van hey, heb je je bankrekening gecheckt? Want het zou kunnen dat er misschien geld op je rekening is gestort. Maar eigenlijk behoort het niet zo te zijn, want we moeten er allemaal over eens zijn dat dit niet goed is. We praten er misschien zo over, maar het houdt menigeen bezig van hoe zou dat kunnen gebeuren. En er is sprake dus van een groot scheepsfraude bij financiën en planning. En het Dagblad De Ware Tijd maakt er van dat er mogelijk onderdeel is van grootschalige witwaspraktijken. Dat heeft gestaan in een van onze ochtendbladen. Verder, wie moet hangen, zal moeten hangen. En dat zegt de voorzitter van de Nationale Partij Suriname. Dat is dan de heer Gregory Rusland. We hebben dan ook een fragment van hem vandaag, want hij heeft gesproken in de Flora. Maar ik introduceer eerst de gast die we dus in het eerste deel hebben van deze koffiepraat. Weliswaar heeft hij geen koffie bij zich. Hij verkiest eerder water. Kennelijk heeft dat misschien te maken met de tijd ook waarin we zitten. Meneer Steven Debbie Persat, goedemorgen. Goedemorgen, ik ben Carlos. De voorzitter van de Vereniging van de Economisten in Suriname. We gaan het hebben over de actualiteiten. En ik neem u ook mee naar wat de voorzitter van de NPS hierover te zeggen heeft gehad. Namelijk, het gaat om miljoenen SRD's die met vervalste ressies op rekening zijn bij de centrale betaaldienst zijn gedeponeerd, want zo gaat dat. En die gelden zijn dan overgemaakt naar een rekeningnummer of naar rekeningnummers. Ja, we begrijpen het even niet zo goed meer. Maar die zijn dan overgemaakt naar rekeningnummers. En met die gelden hebben mensen eigenlijk gestoeid. Auto's zijn gekocht, noem maar op. Biggie's aan het doen. Maar het is geen goede zaak. En de voorzitter van de NPS zegt: wie moet hangen, zal moeten hangen. Vanaf trouwens de reden van de discussie. Abdassani zegt bij het ministerie van Financiën. Partijgenoten, laat het duidelijk zijn dat wanneer dit soort zaken gebeuren, waarbij mensen zonder te werken miljoenen SRD's op hun rekeningen gestort krijgen, de NPS is daar falikant tegen. Nee, accepteer als historie dat niet. En zo ligt voor het gas om zo snel mogelijk te gaan onderzoeken in een pistorie dat dit uitgebreid aan de orde de man presenteert aan Data Juno. En wie moet hangen, zal moeten hangen, ongeacht wie dat is. Unato bisuwa na yo, if I go op zo'n manier om de money van Kondre, dan zult het maatregelen moeten getroffen worden. Hoe kan dat ik maatregelen dat kan volk in Pina? En mensen gaan vandoor met de kas van het land. Nu in deze regeerperiode, al zitten wij erbij, zullen wij nooit accepteren dat dit soort zaken plaatsvinden in dit land. Wij verwachten op kort termijn, en not prepay, op kort termijn uitsluitsel van het onderzoek. En we willen weten wie de mensen zijn die verantwoordelijk zijn. En we willen concreet de daden zien waar de mensen gestraft zullen worden voor deze activiteiten. En laat het een teken zijn aan ieder in dit land dat we door in een fase om ons loeken serieus van de Tjada Kondre Gafesi. De voorzitter van de Nationale Partij Suriname, de NPS, de heer Gregory Rusland. En hij sprak dus tijdens een wijkvergadering. En dat was dus op de Flora.
Maar ja, wanneer ik het hoor, een weekvergadering, dan zit ik mezelf ook af te vragen van nou, waarom zo vroeg? Het is in het jaar 2022 en normaal is het zo dat weekvergaderingen, ik kan het misschien verkeerd hebben hoor, maar dat weekvergaderingen worden gehouden misschien een jaar, anderhalf jaar voor de verkiezingen van het jaar en daarop. Dus ik frans wel even de wenkbrauwen. Ik heb ook zelf geconstateerd, u ook als luisteraar, dat ook de ABOP bezig is met weekvergaderingen, ook in Kommewijnen was dat onlangs zo. En ik heb ook gezien dat de NDP ook in Geersvliet bezig is geweest met een vergadering. En dat leek meer een structuurvergadering. Maar waar het erop lijkt is dat men zich eigenlijk voorbereidt op iets. Op iets binnen de Surinaamse politiek. Of het nou vervroegde verkiezingen zijn, dat weet ik niet. Maar daarover heeft president Chandrika Prasad Santokhi nog niet gesproken. Dus daar moeten we nog veel uitleg van krijgen van de verschillende politieke partijen. De vicepresident van ons land die heeft ook gereageerd op deze fraudezaak. En eigenlijk was het dus 2 dagen terug, nog voor de wekelijkse raad van ministers. En toen werd aan hem de vraag gesteld van ja, hoe heeft hij het nieuws eigenlijk vernomen? Is het in de regeringskring met hem besproken? Of is het anders gebeurd? En hij zegt, hij heeft het vanuit het veld. Op het veld heb ik dat al een week al gehoord. Maar formeel waren we niet op de hoogte gesteld. Maar in ieder geval nadat BOVA dat heeft onthuld, zogenaamd onthuld, want het was al op het veld. De politie was al aan het werk al. Heeft hij dat onthuld. En inderdaad heb ik dan de president gevraagd. Formeel of wat is gebeurd, dan uitgelegd dat inderdaad dat er onrechtmatig overmaking is geschied en dat de politie, althans het Openbare Ministerie, al in beeld is gebracht en dat ze al zijn gestart met het onderzoek. Nou kijk, wat dat betreft is wat we nu weten, dus vandaag ga ik de minister ook vragen. Laat hij ons goed informeren over de gang van zaken. Dus dat is wat men heeft geconstateerd. Maar gesteld dat er ook andere zaken zijn geschied die ze nog niet weten. Dus ik hoop dat het daarbij blijft bij de 40 miljoen, zoals men dat heeft gezegd. Maar in ieder geval gaan we dit binnen de regering bespreken. Dat zal dus binnen de regering worden gesproken. Melvin Bouffe, die er gewacht van maakt in het parlement, die heeft in een buiteninterview, dus niet in de vergaderzaal, maar daarbuiten, heeft hij dus aangegeven dat de bedragen die er worden genoemd vanuit regeringskringen, 40 en 50 miljoen, hij schat zelf in dat het om grotere bedragen gaat, maar dat moet dus nog een klaarheid in worden gebracht. Zelf heeft u een portie golu op oneigenlijke manier voor rekening voor centrale bank, voor financiën, dan mama baka im abi. Lastan wat tot nu toe, let wel op mijn woorden, tot nu toe bevestigd is, van 40 miljoen SRD. Dat heeft de ministerie gezegd. De bevestiging van de ministerie heeft meer vragen en antwoorden gebracht. Op de eerste van middag, afipedia, a president nog kom. Een minister van Financiën nog prefereert ook toe. Maar waarom laat de regering de minister van Defensie beantwoorden? Dus die hele verhouding binnen de regering kan je niet rijmen. Maar antwoorden bij Boa zeker niet. Dat zei dus Melvin Bouffe. Dat langer gesprek met Melvin Bouffe kregen we dus in een van onze nieuwsuitzendingen. Meneer Steven Debi Persaat, u volgt het ook met belangstelling. Denk ik, wat fronste uw wenkbrauwen, bewogen uw oren ook, of wat gebeurde er? Ja, zeker. Dus ik niet alleen maar met belangstelling, maar echt met verontwaardiging. Wat ik lees, wat ik hoor. En het is schortig, maar net als de vorige sprekers die te horen zijn geweest, hebben gezegd van, het gaat om staatsmiddelen en die moeten verantwoord worden besteed, die moeten verantwoord
worden uitbetaald. Er is een bepaald systeem vanaf het doen van een werkzaamheid, het leveren van dienstengoederen. Goedkeuringen, verschillende goedkeuringen zijn daarvoor noodzakelijk en handtekeningen tot aan de laatste handtekening. Veel papierwerk. Ja, veel papierwerk en een heel terug te traceren papierwerk. En vaker is het gebracht alsof er het een waterdicht systeem is. Met name de VES heeft eerder, het was begin van het jaar, gevraagd aan het ministerie van Financiën hoe precies het proces is vanaf de toewijzing, want niet altijd is er een aanbesteding, de toewijzing voor een bepaalde dienst, het doen van die dienst en de declaratie en uitbetaling ervan. Het is gebracht als een waterdicht systeem en nu hebben we het bewijs dat het niet zo is. Het is verontrustend en eigenlijk is het wel geluk dat dit gebeurt. We moeten het volledig, we moeten het tot aan de bodem onderzoeken, vervolgen, maar belangrijker ook dat het geld terugkomt, dat er een sein wordt gegeven dat corruptie met de harde hand wordt aangepakt. En laten we ook in deze regering starten om personen die zich hebben schuldig gemaakt aan fraude of het nu met ressuus is of op een of andere manier te straffen, te laten zien dat het menens is. Ja, wat houdt straffen in zo'n geval? Ja, dus gedegen onderzoek, met name hoe, of er iets vals is en wat precies vals is, hoe dat heeft kunnen gebeuren. Dat al deze zaken die in place zouden moeten zijn, dat die waarschijnlijk hebben gefaald, waardoor personen zich hebben kunnen op een onrechtmatige manier hebben kunnen bevoordelen. Degene die zijn bevoordeeld moeten gestraft worden, maar ook degene die dat hebben toegelaten, want in elk systeem, in elke corruptie heb je binnen- en buitenplegers. Het kan niet zijn dat er binnen de overheid, binnen het ministerie van Financiën, misschien nog ook op andere plaatsen, personen zijn die een schoon geweten hebben. U gaat ervan uit dat er ook binnenplegers zijn? Ja, binnenplegers moeten er zijn. Waarom, zegt u? Je hebt een systeem van checks en balances, dus verschillende stations moeten goedkeuren. Als er sprake is, ik weet niet zeker, maar ik lees het steeds terugkomen, vervalste ressuus, zodat bij de bron moeten zijn geconstateerd. En nu is het dus niet zo helder geworden, ressuus, voor het doen van een openbare werkending of een andere type van aanbesteding. Maar dat vakministerie zou dat alvast hebben moeten constateren en daardoor moeten corrigeren en dus niet doorsturen naar financiën tot aan de uitbetaling. Ja, dus het hoeft niet zo te zijn dat het SEC iets is dat te maken heeft met het ministerie van Financiën alleen. Ik lees het sinds gisteren vaker terugkomen. Laat het bewijs op tafel komen. Ik lees ook dat de politie bezig is met het onderzoek. Laat het een gedetailleerd onderzoek zijn, maar met name dat teken dat binnen- en buitenplegers worden gestraft. Ja, menigeen zegt van nou, maar zou de banken bijvoorbeeld mij niet moeten beschermen tegen zulke handelingen die derden plegen, bijvoorbeeld wat we eerder al aangaven, was dat, we hebben een soort kiek van, Sani, maar dat men zegt van, hey luister, heb je bankrekening gecheckt, want kan dit, toen een 3 miljoen dit op je rekening. In dit geval, waarschijnlijk praten we dan toch eerst over de centrale bank, want die wordt in dit geval gezien als kassa van de overheid, kassier van de overheid. We hebben ook in een ander interview de voormalige bankpresident gehoord, die vertelde hoe de uitbetaling en eigenlijk de toewijzing in zijn tijd gebeurde, namelijk er was regelmatig communicatie tussen de centrale bank bij die uitbetaling met het ministerie van Financiën. En je merkt van deze zaak, niemand zou er zelf over praten, want dit is de derde keer dat een vergelijkbare uitbetaling is gedaan. En pas bij die derde keer is er een communicatie geweest tussen de centrale bank en financiën, waaruit bleek dat iets niet pluis was. Dus van de werkrekening van de staat bij de centrale bank is geld te gaan naar individuen. En wat die ermee hebben gedaan, weet ik nog niet zeker. We lezen daar, we zien foto's daarvan. Maar met name als je, en eigenlijk maakt het niet uit of het 1000 SRD is of 1 miljoen SRD is, maar die communicatie, dat laatste stukje is ook belangrijk, dat bij elke uitbetaling, dat er toch wel even communicatie is van, klopt dit, moet ik het betalen, want ik bedoel, we praten over schaarse middelen van de staat, waar zo slordig mee is omgegaan.
Ja. Welke waardeoordeel geeft u zelf van wat er nu gebeurt? Dit is ontzettend, dit is desastreus voor het geloof en autoriteiten, maar met name het geloof en systemen die in place zouden moeten zijn om gebruik van staatsmiddelen te garanderen. Want eigenlijk zie je hier dat misbruik gemaakt kan worden van staatsmiddelen op een dusdanig gortige manier. Want wat ik net al zei, van dit is de derde keer dat er vergelijkbare betaling is geweest. Maar misschien praten we over een tipje van de sluier die gelicht is. Misschien is het echt alleen een tipje van een ijsberg. En we weten niet eens wat in het verleden, dus wat tot nu toe alles betaald. En of dat, of het nog mogelijk is om dat goed te controleren. En mocht er sprake zijn van een onterechte, onrechtmatige, zegt de vicepresident, uitbetaling, dat het geld terugkomt op de rekening van de staat. Ja, we volgen dan ook wat er gebeurt op social media. Men praat erover. En er is een belangrijke opmerking gemaakt, vind ik, dat we toch wel een wet hebben van een openbaarheid van bestuur. Dat toch wel goed geregeld moet zijn, zodat dit soort van dingen tot een minimum kunnen worden gebracht. Ja, dus de wet openbaarheid van bestuur, wat maatschappelijke groepen in ons land al sinds jaren en dag vragen, en de VES is eentje daarvan, heeft te maken met het geheel van besluitvorming, bestuur. Mm-hmm. Die maatschappelijke groepen en burgers in staat stelt om vragen te stellen, om rekenschap te vragen van de overheid. Voor nu moeten we het hebben met de vragen die in DNA gesteld worden, mm-hmm. waarop ik zelf mijn verontrusting heb, hoe omgegaan wordt met de vragen. Zelf als journalisten voor de ministerraad. Vragen stellen aan regeringsvertegenwoordigers wordt niet altijd op een correcte manier, soms bijna op een politieke manier, een antwoord te geven. Het is dus belangrijk dat die wetgeving er komt. We kunnen pas praten over vooruitgang in ons land, een duurzame ontwikkeling, als we goed bestuur hebben, als er transparantie komt. In het geval is het met name transparantie in de besteding van middelen, waarbij we zijn al een aantal dagen verder, maar eigenlijk alles wat geschreven wordt, en dat is waarschijnlijk op basis van interviews, roept nog meer vragen op. Dus het is ver te zoeken met bestuur in Suriname, met name met goed bestuur in Suriname. Het is belangrijk om daaraan te werken, maar belangrijk ook die financiële verantwoording. Ja. En dat burgers toegang hebben tot de financiële verantwoording, waarom dingen gedaan zijn geworden, waarom bepaalde dingen juist niet gedaan zijn geworden. Het versterkt alleen de democratie. Ja. Wordt er politiek gedreven hiermee? Er wordt eerder politiek hiermee gedreven door de wetgeving die goed bestuur kan regelen, niet in orde te hebben. En vaak is het zo van, als partijen niet aan de macht zijn, zijn ze heel makkelijk met hun toezeggingen. Maar op het moment dat men daar is, een meerderheid in DNA heeft, zorgt men ervoor dat simpele wetgeving, waarvan eigenlijk alle politieke partijen, of ze nu pro of contra zijn, ja, voorstander zijn volgens de publieke opinie, men brengt de zaken niet in place, en als gevolg daarvan wordt er ook nooit over vergaderd en dus aangenomen. Het is wel een raamwerk voor beter bestuur wat noodzakelijk is. Ja, ik hoor menigeen ook al zeggen van ja, al zou dat heel bestuur van de VES nu zitting hebben in de regering, toch zo er sprake zijn van corruptie in Suriname. Het heeft volledig te maken met eigenlijk het heeft te maken met integriteit van personen, en het heeft te maken met instituties. Instituties is een ingewikkeld woord geworden. Het omvat eigenlijk de instituten, maar ook de wetgeving. Veel aan horen dat ons land, dat het ontbreekt aan bepaalde wetten. En de instituten die we hebben, dat die zijn verzwakt. Toch is het dus geen vrijbrief om goed te praten de dingen die voortgaan. We weten dat landen die op papier meer ontwikkeld zijn dan Suriname, dat het in het verleden ook goed fout is gegaan in die landen, ondanks dat ze veel meer wetten hadden en veel meer instituten. Zo kom ik dus op het woord integriteit. Je kan een volledig sluitende bankwet hebben, je kan een volledig sluitende systeem hebben van aanbesteding, uitvoering, goedkeuring tot aan uitbetaling. En toch vind je daarin de mazen. Het ligt aan de integriteit van de personen. Integriteit, en met name als het gaat om geld, de integriteit van de personen in het bestuur. Dus als de volledige vereniging controle zou mogen hebben, wat ik absoluut niet propageer,
Ik neem aan dat met name economen een goede inborst moeten hebben en daardoor ook direct verantwoording geven over besteden middelen. Ja, we hebben vandaag op bezoek de heer Steven Demi Persat. Hij is de voorzitter van de Vereniging van de Economisten en we praten met hem over de megafraude welke er dus gaande is bij het ministerie van Financiën en Planning. En het zou dan ook mogelijk onderdeel kunnen zijn van grootschalige witwaspraktijken. Meneer Demi Persat, we hebben in de afgelopen 2 weken toch wel hele grote vergaderingen hier gehad in Suriname. We hebben de CARICOM Summit gehad en we hebben ook nog een eigen summit gehad op initiatief van de Surinaamse overheid en Staatsolie, de Suriname Energy Oil and Gas Summit. Suriname leek zo in de lift te zijn daarmee en nu dit. Waar legt u de balans? Ja, dus het valt eigenlijk niet te rijmen, maar uiteraard het is belangrijk dat ons mooie land met zoveel potentie zich profileert. We hebben heel veel te bieden en we hebben ons van ons beste kant laten zien bij zowel de aardolie summit, congres, en ook de CARICOM Heads of State, waarbij ook de VN-secretaris-generaal aanwezig was. Zeer goed geweest waarschijnlijk voor hotelwezen, de horeca, hospitality. Maar belangrijk is dat we moeten een zuiver systeem hebben, teruggaan naar geld, dus checks and balances. Mm-hmm. We moeten teruggaan daarnaar, alle procedures weer onder een vergrootglas zetten, want blijkbaar is er een lekkage hierin waarvan individuen misbruik maken. En als je kijkt naar de bedragen, heb je altijd het idee van er is al eerder misbruik ervan gemaakt, daarom dat die bedragen groter zijn geworden. Uiteraard, dit is alleen maar speculatief. Laat ook even het onderzoek van de politie afwachten. De VES heeft een aantal dagen terug een artikel gemaakt. Het staat in ons blad Inzicht. Waarin je het verschil ziet tussen de beleveniswereld van de beleidsmakers, de politieke top, die riant leeft. Ook het beeld geeft dat het ontzettend goed met hen gaat. Maar als we kijken naar onze straten, als we kijken naar onze gezinnen, zo net hebben we ook een fractie gehoord bij de NPS-vergadering van Flora, dat personen gebeld zijn en personen hebben het ontzettend moeilijk. Ze hebben dagelijks de vraag hoe ze rond gaan komen, hoe ze de monden van hun kinderen, hoe ze hun kinderen gaan voeden, wat in het weekend op tafel komt. Je ziet een groot verschil dus in de beleveniswereld van de politieke top en dat het toch anders is in de praktijk. Ja, Wabif Drijf Anu Paraboto. Ja. We horen steeds weer van de broekriem strakker aantrekken. Maar ik weet niet of het alleen maar geldt voor de bevolking, de mensen, het electoraat van Suriname, dus de mensen die stemmen, of dat ook de bedoeling is dat de beleidsmakers hun broekriem aanstrekken. Ja. Ik snap natuurlijk wel dat je, wat geld uitgeeft om je grote conferenties in Suriname te horen die elk van ze op dat moment een bijdrage leveren. Maar laten we ook ervoor zorgen dat de armoede minder gevoeld wordt in de samenleving. En als je We horen steeds van dat is moeilijk, want dat geld is er niet. De artikelen die u nu op tafel, de kranten die u nu op tafel hebt met de artikelen, laat zien dat er dus toch wel geld is of was. Ja. En dat waarschijnlijk misbruikt wordt of kan worden. Ja, we hebben dus begrepen dat de NDP en de BEP willen een spoeddebat in DNA in zaak miljoenenfraude op financiën. Verder horen we ook dus dat buiten parlementaire partijen, die de HVB bijvoorbeeld, die zegt dus dat de minister van Financiën moet worden vervangen. De NDP zegt ook dat de minister van Financiën op non-actief moet worden gesteld. Vanuit uw perceptie, wat moet er gebeuren? De details van wat er is gebeurd weten we niet. Wat we lezen zijn opinies van politici. Ja. Het enige wat ik begrijp is dat de politie met een onderzoek bezig is. Gisteren waren er activiteiten, vandaag zeer waarschijnlijk ook. Forensisch onderzoek loopt. Tot aan de bodem moet worden uitgezocht hoe dit heeft kunnen gebeuren. Is er sprake van vervalste resus? Is er sprake van vervalste handtekeningen? Want
Binnen het ministerie van Financiën heeft de directie de tekenbevoegdheid. Eigenlijk is dat het laatste station van validering, dat alles klopt. De zittende minister heeft gezegd in een andere interview dat hij niet degene is met tekenbevoegdheid. Mocht er iets zijn gebeurd met degene die tekenbevoegdheid hebben, procuratiehouders, moeten die zeker onderzocht worden. Mocht er sprake zijn vervalsing van hun handtekeningen, moet dat ook onderzocht worden. In elk geval, de eindboodschap is van tot aan de bodem moet onderzocht worden hoe het heel systeem heeft, hoe dit heeft kunnen gebeuren. Met name in gedachten nemen dat dit de derde keer is van een vergelijkbare uitbetaling. En als we kijken naar het bedrag, krijg je het idee dat er meerdere hiervan zijn geweest. En het gemak dat je dus zo makkelijk kan frauderen. Ja, dat roept vraagtekens op. Het roept vraagtekens op en die vraagtekens gaan niet weg door te kijken naar de top van een ministerie. Maar toch wel naar het volledige ministerie. En waarschijnlijk het hele proces terug. Want als het gaat om vervalste ressus, heeft dat iets minder te maken met financiën, maar wel met de andere vakministeries. Hoe dat tot stand is gekomen. Ja, we kunnen het plaatsen onder de noemer van oneigenlijk gebruik maken van overheidsfinanciën. Misbruik maken van de mazen die er zijn, waarvan menigeen waarschijnlijk niet eens wist dat die er waren. Maar degene die negatieve inborst hebben, die inborst hebben om fraude te plegen, die vinden dat makkelijk met wat ik al zeg van binnenplegers. Ja. En zo gebeuren deze zaken. Ja. Komt er een schrijven van de VES richting de regering? Op dit moment wordt er zoveel geschreven in de pers. We hebben de vicepresident gehoord die zegt van het geconstateerde was al eerder. Op de radar van de politie of het Openbaar Ministerie deed een onderzoek. Feit is wel dat de parlementariër Bova dit wereldkundig heeft gemaakt, anders zouden u en ik het ook niet eens weten. Maar wat in DNA gezegd is, de bedragen wijken behoorlijk af. Alle informatie en elke dag dat we verder gaan, kan je niet zeggen dat de informatie sluitend is. De vereniging wil wel het fijne hiervan weten tot in detail. Maar de beantwoording, eigenlijk de positie die de pers op dit moment inneemt en heeft, is een erg belangrijke. We wachten ook de reacties van regeringsfunctionarissen af op de gestelde vragen. En dat kan maken van of wij zelf de roever schrijven. Maar het is erg belangrijk om toch beter te begrijpen wat er exact is gebeurd. Om te voorkomen dat je te algemeen schrijft of vraagt om op een manier geïnformeerd te worden die waarschijnlijk alleen de media staat. Ja, goed. We bedanken dus de heer Steven Debbie Persat voor zijn aandeel vandaag in de Koffiepraat. Hoe zal het weekend eruit zien? Voor mij rustig. Wat doet u als u ziet dat u meer geld hebt op uw bankrekening? 2 miljoen, 3 miljoen? Ik zou direct navragen, want dan weet je dat als je weet dat geld niet van jou is, moet je er niet aankomen, want dan weet je dat het terug zal gaan naar degene die je betaald heeft. Ja. Maar sowieso, als je verkeerd geld op je rekening ziet, stel vragen aan je bank. Ja. Maar ja, we maken er grappen over. Maar het is serieus, hè, dat staatsmiddelen die zo schaars zijn, misbruikt worden. En dan horen wij als bevolking dat er geen geld is. Er is geen geld voor gebouwen van de universiteit om die op te knappen. En ondertussen wordt er zo gortig, ik wil bijna dat woord geroofd noemen. Dus ja, reden genoeg om serieus hier naar te kijken als volk en als vereniging. Ja, goed. De heer Steven Debbie Persat van de Vereniging van Economisten vandaag in het eerste deel van de Koffiepraat. We hebben dan zo meteen ook op bezoek Chris Polanen en Selva Kumar. We praten over de Surinaamse literatuur en daar zullen we dus aandacht aan besteden. Actualiteitenprogramma met gasten, interviews en achtergronden op onder andere politiek en sociaal-maatschappelijk gebied. Telkens van 8 tot 9 uur 's morgens via de SRS, de Koffiepraat. Voor reacties belt u met 94.000. U kunt ook de Facebookpage van SRS bezoeken. Tussen 8 en 9 via SRS, de Koffiepraat.
Ja, we hebben dus zometeen bij ons Chris Polanen en ook nog Silva Kumar. Nu worden dus de technische voorbereidingen even getroffen. Want de koffiepraat, dan kunt u dat ook nazien zometeen op YouTube. En dan ziet u dan ook zo hoe de gasten eruit zien. Het is een programma op de radio. Op de radio zie je de gasten niet. Maar we maken dan ook gebruik van social media om de gasten ook in beeld te brengen. Dus ze hebben zich ook goed opgemaakt voor de uitzending. En Chris die is ook vandaag aanwezig. Hij is de persoon eigenlijk die met een nieuw boek is gekomen. En hij zal worden geïntroduceerd door Silva Kumar. Silva, goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Hebben we geluid van Silva? Ja, nog een keer, Silva. Goedemorgen, Carlos. Goedemorgen. Chris, goedemorgen. Goedemorgen. Zo, de introductie zal Silva doen. Silva is van schrijversgroep 77. We weten dus dat voor COVID er een elke laatste woensdag of vrijdag, leg me even. Woensdag. Dus voor COVID hadden we op de laatste woensdag van de maand ons themaavond. Ja. Maar dat is dus nu verschoven. Het is eigenlijk de middelste woensdag van de maand. Ja. Maar omdat Chris niet lang geleden is aangekomen, hebben we gevraagd om een weekje uitstel. Dus ons themaavond is dan... Oké, okay, maar waarom wordt er dus een elke minimum gedaan nu? De afspraken dat misschien de mensen tegen Mindrimoen misschien ook geen geld meer hebben. Ja, maar daarom moet je ruim van tevoren ook aangeven. Wat kosten de boeken? Wat is er allemaal? En als je een boek echt wil, dan ga je er naartoe werken. En dat hebben we gemerkt, want vorige maand was onze eerste themaavond. Ja. En we hebben ook afspraken moeten maken met Tori Osso natuurlijk. Ja. Er is veel veranderd, er is veel gebeurd. Dus... Mm-hmm. Wij hebben ook water in de wijn gedaan. Dus, maar het komt voor Tori Osso zelf ook beter uit als wij in het midden van de maand ons themaavond houden. Want als zij zeg maar eind van de maand een volle zaal hebben met de mensen die voor het restaurant komen. Ja. En wij hebben dan de zaal die we vullen met gasten die gratis binnen zijn en niet consumeren, dan is het voor Tori Osso ook niet zo voordelig. Ja. Dus wij zijn toen tot de compromis gekomen dat we midden van de maand, en als wij ruim van tevoren aangeven, hey, wat kosten de boeken en je weet wat je eigenlijk ongeveer kan uitgeven, dan werkt het toch wel. En als iemand een boek wil, dan komen ze er wel echt voor. Ja. Dat hebben we vorige maand gemerkt. Ik heb daarnet het nieuwste boek gekregen, in handen gekregen van Chris Polanen. En alleen maar het vasthouden ervan. Begin ik maar in een heel andere wereld te voelen. In het weekend ga ik echt spannende tijden beleven, denk ik wel. Ja, ik weet nog, een boek lezen. Dan ben je echt in een andere wereld. Dus dat moest ik even doorgeven. Het was misschien niet in beeld, maar ik heb mijn boek al ontvangen. De eerste themaavond, hoe was het trouwens? Een volle zaal. Ja. Je ziet dat mensen toch wel weer eruit willen hoor. En we hadden twee boeken. We hadden Stefano Iro di Cromo die met een jeugdboek werd geïnterviewd door Ismaël Krisnadat. Ja. En Bodil de la Parra was in Suriname. En de mensen die weten dat ze dus een theatervoorstelling had over het verbrande huis. Die mensen waren natuurlijk ook geïnteresseerd in het boek. Ja. Persoonlijk had ik zoiets van, als je het toneelstuk hebt gezien, die zegt dat een boek leuk is. Maar in het boek zitten er dus ook weer andere onderwerpen bij en helemaal uitgewerkt die niet voorkwamen in het theaterstuk. Dus eigenlijk was dat boek gewoon geweldig om ook te lezen. Ja, En de boeken waren uitverkocht. Ja, ik had dat zelf ook begrepen hoor. Dat boek Hoe duur is de suiker? Of Hoe duur kost de suiker? We hebben de film gezien. Ja. Maar dat boek spreekt je eerder aan. Precies, precies. Dat boek spreekt je eerder aan. Het hangt er, in een boek heb je gewoon veel meer detail. Ja. En dan kan je je eigen verbeelding gebruiken, toch? Dus eigenlijk wanneer je een boek hebt gelezen en je hebt een bepaald beeld. En je ziet dan die film. Is de film vaak teleurstellend. Want je hebt een eigen leuk verhaal van in je hoofd gemaakt. Je eigen verbeelding is precies, anders. Precies, en het is mooier. Ja.
En nu is Chris in Suriname. Ja. Chris Polane, moeten we zeggen, een grote gast. Vind ik wel. Ja. En als je zijn stijl leest, dan helemaal. Dus ik ben helemaal weg van Chris' boeken. Dus ja. Ja. En deze lees je gewoon door. Je moet niet denken dat je een heel weekend gaat nemen om dat boek te lezen. Als je eenmaal bent begonnen, ja. Net zoals Waterjager. Je wil hem niet meer neerzetten. Ja. Dus ja. Waterjager was zijn eerste boek. Ja. En, maar nu met Centaur zit je echt ook weer, want er zijn zoveel topics, veel onderwerpen die je herkent. Ja. En oké, als je vanuit de paardenwereld dingen bekijkt en herkent, dan spreekt het nog veel meer aan. Ja. Maar er zijn ook algemene onderwerpen erin verwerkt. Maar ik denk dat Chris liever daarop ingaat dan ik, helemaal enthousiast. Ja. Wie is Chris? Wie is Chris Polane? Chris Polane is een Surinamer die op 20-jarige leeftijd naar Nederland is vertrokken om te studeren. Ja. En heeft daarna altijd heel erg een heimwee gehouden. Ja. Wilde remigreren, is mislukt ooit en is uit heimwee gaan schrijven. Ja. En dat hielp me om in Nederland op de been te blijven, zeg maar. Dan sloot ik me op, gordijnen dicht. Dat je het slechte weer niet kon zien en dan schrijven over Suriname. Ja. En dat heeft inmiddels twee boeken opgeleverd. Ja. Waterjager, dat is de eerste geweest. Ja, in 2017 uitgekomen. Mm-hmm. Ja. En toch zo'n een prachtige omslag in het paars. En dan lees ik dus, Waterjager is een geweldige doorlezer. Polane heeft op een vernieuwende manier het dilemma van de migrant. Ja, dus in een apocalyptische, maar onmiskenbare Surinaamse ambiance gegoten. En ik heb het gelezen zonder mijn bril. Het is een hele mond vol. Ja, ik dacht van jou, ik heb taferelen gezien in het parlement, maar dat moet mij niet overkomen. Dus, maar goed. En zo ben je begonnen dus. Ja, Waterjager is dus speelt zich af in de toekomst, in de verre toekomst van Suriname, waarbij de stad onder water is gelopen. Door een combinatie van klimaatverandering, slechte afwatering en het doorbreken van een dam. Ja. En het water kan daar niet meer weg. We kloppen het af. En in die tijd blijft er dan alleen maar een hele kleine maatschappij over van vreemde vogels eigenlijk die ondanks dat hoge water, wat 3 meter hoog staat, niet willen vertrekken uit de stad. Ja. En de hoofdpersoon is als jongen weggegaan, eigenlijk op de vlucht voor het water. Ja. En is pas teruggekomen als volwassen man in de hoop zich weer thuis te voelen in Suriname, in Paramaribo. Wat natuurlijk heel erg moeilijk is als er 3 meter water staat en er is veel geweld. Zijn broer heeft inmiddels de hele stad overgenomen en regeert dan daarover vooral met geweld. Ja. We hebben, het lijkt erop alsof je ook in een periode naar ons toe komt waar we ook een watersnood hebben gekend in Brokopondo, waar mensen ook letterlijk die 1,5 tot 2 meter hebben gezien. Ja. En dat ze op een gegeven moment hun woningen ook moesten verlaten. Ja. Het zou ze ook aanspreken, dit boek. Ja, zeker. Ik had ook niet gedacht dat dat zo snel zou gebeuren. Ja. Oké, dus een voorzienende geest. Vooruitzien? Ja, dat zou je nu kunnen zeggen. Ja. Wie is de hoofdrol? De hoofdrol is Joshua. Dat is een jonge huisarts, Surinaamse. Op 12-jarige leeftijd naar Nederland gegaan, gestudeerd, maar heeft zich nooit thuis kunnen voelen in Nederland. En voelt zich altijd ongemakkelijk. Dat is iets wat ik ook lang heb gehad, dat ik me altijd ongemakkelijk voelde. Herkennen we jou terug in dat boek? Ja, zeker. Ja, dus wil je Chris leren kennen, lees de Waterjager. Nou, eigenlijk beide. Oké, en dan gaan we naar het volgende boek. En die zal dus worden gepresenteerd. Ja, dat is Centaur. Die is dus vorig jaar uitgekomen. En die speelt zich af in 1990.
De hoofdpersoon is Gili, dat is een 20-jarige student aan de universiteit. Ja. Maar ja, daar gebeurt niks eigenlijk. Economisch gaat het heel slecht en hij voelt dat hij weg moet. En hij wil naar Nederland om te studeren voor dierenarts. Maar hij heeft niet het geld daarvoor. En de enige manier waarop het zou kunnen lukken is een springwedstrijd winnen. Ja. Met een oud paard. En dan met dat geld wat hij daarmee zou kunnen winnen. Dat is toch een moeilijke koers. Ja, nou. Dus het is niet heel waarschijnlijk dat dat gaat lukken. Maar zo begint het boek. Ja. Zo begint het. Ja. En hoe eindigt dat boek? Dat kan ik nog niet vertellen. Maar ik kan wel vertellen dat het boek begint ruim voor die springwedstrijd. Ja, ja. En het telt af. Dus elk hoofdstuk zie je nog zo lang te gaan. En ja, dat paard waar hij op rijdt is een oud Nederlands paard wat eigenlijk niet tegen de hitte kan. En het is heel erg heet. Ja. Dus al die tijd hoopt hij maar dat het wat koeler wordt. Ja. Maar het is fictie? Het is fictie in die zin. Ik was ook 20 toen ik hier op de universiteit zat en ik moest ook weg. Ja. Ik wilde ook dierenarts worden en ik ben weggegaan toen. Dus dat startpunt is geen fictie. Dat is waar. Maar en wat er allemaal graag willen winnen met een paardenwedstrijd. Ik heb wel eens gewonnen met zoiets. Ja. De foto op de voorkant, dat ben ik toen ik een jaar of 18 was. Ja. In Suriname. Oké. Okay. Ja. Men zou er verliefd op raken, hè, als men het zo ziet. Maar het boek gaat ook vooral over liefde. Over liefde. Het gaat niet zozeer over het paardrijden zelf. Ja. Het gaat vooral over liefde. Ja. Hij wordt twee keer verliefd in de aanloop naar die wedstrijd. Ja, dus je bent twee keer verliefd geraakt. Wel veel meer. Ja. Oké, maar hoe wordt er in Nederland zelf gereageerd? Ja, best goed, best goed. Ja, het heeft betere reacties gehad dan Waterjager nog. Het is nu genomineerd voor het beste boek voor jongeren. Zit nu bij de beste 5 boeken voor jongeren. En in september is de uitslag zelf. En er is een klein deel uit het boek is geselecteerd voor een bundeltje, wat in de zomer is uitgegeven. En daar stond ik tussen grote schrijvers eigenlijk. En dat stukje uit het boek is een heel leuk stukje. En misschien wel het mooiste stukje, waarbij een van de hoofdpersonen door zijn vrouw wordt geconfronteerd met het feit dat hij een buitenvrouw heeft. En zij dwingt hem eigenlijk om daarmee te stoppen. En op dat moment. En dat probeer ik zo goed mogelijk te beschrijven. Al die emoties die daarbij komen. En dat is een van de belangrijke thema's in het boek. Hoe gaan mannen en vrouwen in Suriname met elkaar om? Ja. En heb je die buitenvrouw verlaten dan? Uiteindelijk wel. Oké. Welke literatuurprijs spreekt jou het beste aan van nou? Ja, deze talk zou ik toch wel willen hebben. Ja, dat is de Libris Literatuurprijs. Dat is de grootste prijs in Nederland. Ja. Een goede vriend van mij heeft dat een paar jaar geleden gewonnen. Ja. Dus ik weet dat het kan. Het is niet onmogelijk. Maar ja, ik probeer mezelf bij elk boek te verbeteren. Dus Centaur is meer literair, vind ik, dan Waterjager. Ja. En het volgende boek zou nog iets beter moeten zijn. Dat zou nog iets beter moeten zijn. In Suriname krijgen we dus de boekpresentaties dus woensdag. Woensdag 20 juli. 20 juli. In Tori Oso. Ja. Maar ik moet eigenlijk direct verklappen. We hebben normaal kost dat boek, Centaur, kost dus €22,99. Ja. Maar we hebben op de avond zelf kost het 330 SRD. En Chris gaat natuurlijk ook signeren. En we hebben een extra special. En dat is want Waterjager kost 300 SRD. Maar als je Waterjager en Centaur samen pakt, dan betaal je maar 500 SRD. 500 SRD? Yes. Ja. En dan hebben we natuurlijk ook nog 2 andere boeken die we presenteren. Joanne Monsels en Clarissa Vasseur, die zijn er ook met hun jeugdboeken. Ja. Die zijn ook uitgekomen tijdens de COVID-periode. Ja. Mm-hmm. En die boeken kosten 125 SRD per stuk. Dus we hebben genoeg boeken en de boekentafel is gevuld. En, maar Chris en de 2 andere auteurs die zijn er ook om te signeren. Dus het is altijd wel leuk om de auteur te ontmoeten. En dan mag je natuurlijk bombarderen met wat extra privévragen. Ja. Zoals jij dat doet. Dus het publiek mag ook vragen stellen. Mm-hmm. Daar zorgen we wel voor. Ja. De boeken van Surinaamse schrijvers. Yes. Willen we ook
binnen het curriculum van het Surinaams onderwijs en we praten er telkens over. Wat zal er in dit geval gebeuren met de boeken van Chris? Nou, we gaan alvast proberen om naar... Dat gedeelte is altijd moeilijk, toch? Maar als we vanuit de scholen, want er is bijvoorbeeld Vrij Atheneum, zij staan ook open om de boeken te hebben op de scholen. Dus als het ergens begint, kunnen we misschien verder triggeren om de andere scholen zover te krijgen. Hè? Misschien een ministerie van onderwijs die zich gaat zeggen van, wat is eigenlijk het probleem? Want je ziet zoveel van die boeken van buitenlandse schrijvers, maar nou, dan moeten we misschien zeggen dat Chris ook een buitenlandse schrijver is. Oké, dan komt het misschien wel. Is er ook iets als certificering voor boekenschrijvers? Nee. Er zijn sowieso een aantal issues gaande waardoor boeken van een heleboel Surinaamse literatuur niet op de scholen terechtkomt. Maar ik denk dat we moeten blijven proberen. Ja. We moeten niet opgeven. Gewoon hard er tegenaan blijven gaan. Straks wel weer generaties verder en dan wordt deze discussie nog steeds gevoerd. Misschien wel, maar misschien ook niet. Je weet maar nooit. Ik bedoel, het feit dat je het aanhaalt, maakt weer mensen wakker. Om te zeggen van, hey, wacht even, is er werkelijk weer een nieuw boek? Laten we kijken wat we ermee kunnen doen. En het is voor jeugdigen sowieso ook een mooie. Want Gilly in het boek is ook niet zo oud. Hij is pas 20. En eigenlijk is hij al te oud om een vriendinnetje te hebben. Want zijn andere vrienden hebben al eerder een vriendin gehad. Maar hij ziet het ook nog serieuzer dan gewoon een meisje pakken. Hij is op zoek naar de grote liefde. Dat is eigenlijk de hele zoektocht in dat verhaal. Natuurlijk wil hij een toekomst voor zichzelf. Hij wil gaan studeren. Maar hij wil een grote liefde. En hij ziet dat niet om zich heen. Hij ziet om zich heen alleen maar gerommel en toestanden en conflicten. En dus denkt hij van Maar het is niet iemand die de school wil verlaten om snel geld te gaan verdienen. Toch een kamer te gaan huren. Nee, absoluut niet. Nee, dat heeft hij genoeg gezien om zich heen. Dat wil hij niet. En dat werkt dus niet goed? Nou, voor hem niet. Hij weet dat hij anders is. En hij wil het. Hij zoekt de liefde die je ziet in de boeken en in de films. Hij wil gaan dus voor excellence. Ja. Veelal kiezen onze jongeren, wanneer je het hoort in gesprekken, dat ze veelal gaan voor het middelmatige en zelfs het matige, maar niet willen gaan naar het hoogste niveau. Waarin zou dat liggen? Ik denk voor een groot deel aan voorbeelden. Als ik kijk naar wat ik zag om me heen opgroeiend in Suriname, het waren niet de beste voorbeelden. Ik had zelf ook een afwezige vader eerst en daarna een hele moeilijke stiefvader. Dus ik heb weinig goede relaties gezien, ik heb weinig romantiek gezien. Ik heb weinig mannen gezien die zich kwetsbaar op durfden te stellen. Ik zag eigenlijk alleen maar echt stoere macho mannen, maar die geen gevoelens lieten blijken. En dat soort dingen spelen een grote rol, ja. Dus voorbeelden moeten er zijn. Ja, in dit boek kan je sowieso wat voorbeelden halen. Ik als vrouw, hoor. Het leven voor een auteur. Is het een riant leven? Want we zien de films waarbij de man telkens bezig is te schrijven. Ja. Eigenlijk gaat hij bijna niet eens uit huis. Ja. De inkopen worden voor hem gedaan. Dat zou fantastisch zijn. Maar hoe is het in de praktijk? In real life. Is het verschrikkelijk moeilijk? Want je hebt een echte baan natuurlijk. Ik ben dierenarts. Daar heb je druk mee. Dan heb je je gezin, vrouw, kind. Ik heb nog een dochter van 5. Dus je hebt tijd nodig om te schrijven. En die tijd is er eigenlijk nooit. Dus het leven van een schrijver bestaat uit tijd en rust zoeken. Want je kan niet schrijven in de drukte en tussen de mensen. Dus je moet rust zoeken en je moet tijd zoeken. En het komt erop neer dat je af en toe een uurtje vindt van oké, nu ga ik. Ja. Maar je hebt eigenlijk een hele dag nodig. Wil je iets goeds produceren. Dus een schrijver is altijd in tijdnood eigenlijk. Mm. Ja. Dus het is geen riant leven, het is heel moeilijk. En waarom schrijf je eigenlijk? Is het een hobby?
Nee, schrijven kan je eigenlijk geen hobby noemen. Schrijven is eigenlijk een noodzaak. Vroeger was het een noodzaak omdat ik zo'n heimwee naar Suriname had, dat ik mezelf wilde verplaatsen. In mijn hoofd ging ik terug naar Suriname. Ik schrijf ook alleen maar verhalen die zich in Suriname afspelen. Liefst heel dicht bij mijn ouderlijk huis. Mm. En dus die verhalen, liefst blijf ik in Paramaribo Noord. Ja. Toch komt ze uit voor. Ja, toch komt ze uit voor. Ja, soms moet het wel. Waar heb je gewoond? In de Julianastraat. In de Julianastraat, dat is op Combi. Ja, ja. Ben je nog daar naartoe geweest? Ik ben nu daar, mijn moeder woont nog daar. Nog daar. Ik logeer nu daar. Ja. En is daar veranderd? Ja. Net zoals heel Suriname. Ja, want ik ben zoveel van die notariaten daar in de buurt en ja, zo. Ja, klopt. Ja. Maar heel Suriname, heel Paramaribo is veranderd. In totaal 5, hè? En die verandering is voor iemand, ik ben nu bijna 40 jaar in Nederland. Mm-hmm. Die verandering is voor mij is dat heel dramatisch natuurlijk. Want ik loop nog altijd in mijn hoofd met het oude Suriname van 1983 en daarvoor. Ja. En telkens als ik hier aankom, moet ik weer overschakelen. Ja. En dan kijk ik naar die buurt, wat er allemaal bij is gekomen. Maar ook naar verval van huizen. Ja. Mensen zijn overleden. Dus Suriname is verschrikkelijk veranderd. Maar ik probeer in mijn verhalen, creëer ik mijn eigen Paramaribo. Ja. Dan doe ik mijn eigen ding, zeg maar. En dat is heel fijn. Dus ik neem elementen van vroeger en van nu en uit mijn fantasie. Ja. En ik maak mijn eigen Suriname. En dat is in het volgende boek ook weer het geval. Het eerste boek speelt zich af in de toekomst. Ja. Het tweede in het verleden. En het andere gaat zich in deze tijd afspelen. En jouw liefde voor paarden, was dat al in Suriname? Zeker. Ja. Ik ben opgegroeid met paarden. Ik reed bijna elke dag paard. Ook bij de familie Chenaloy? Ja, daar heb ik leren rijden. Die foto is daar gemaakt. Ja. In de manege tijdens een wedstrijd. Ja. Dus dat is een groot deel van mijn geschiedenis in Suriname. En van de mensen die ik nog ken, mm-hmm. hier, heeft te maken met de paarden. Ja, de familie Chenaloy die is van de Turtonnelaan. En daar hadden ze dus... Manege hakken omlaag. Ja. Oké, goed. We gaan afronden. Silva? Ja, dus ons themaavond is dan woensdag 20 juli in Tori Oso. We starten om 19:30, maar de inloop is al om 19:00. Ja. En dus ik zou zeggen, dit is je kans, want Chris blijft niet zo lang in Suriname. Ja. Joanne Monzos en Clarissa Vasseur, die zijn er ook. Ja. Maar kom vooral omdat je een goede deal hebt op de boeken. Ja. En hij signeert. Oké. Dus, ik wil weten, veelal zie je nu dus dat de organisaties, wanneer ze bezig zijn ergens, dat je het ook kan volgen op social media. We zijn nog niet zo ver. Dat is jammer. We werken eraan. Ja. Want niet alleen de huisgenoten, maar ook degenen die in het buitenland zijn. Precies. Die zouden dat ook willen zien. Ja, we werken eraan. We moeten die technologie... We hebben nog een paar oudere mensen in ons bestuur. Ja. Dus wanneer ik ons schrijvers van 77. Precies. Nee, we werken er sowieso aan. Mm. Maar je begrijpt, fondsen zijn sowieso ook een issue. Vandaar dat we proberen om het zo laagdrempelig mogelijk te maken voor het publiek. Ja. Maar we zullen eraan werken om dat werkelijk zo ver te krijgen dat we het ook live kunnen uitzenden. Goed, de laatste 30 seconden voor Chris. Lees een boek. Lees een Surinaams boek en zie wat... Wat voor werelden een schrijver kan creëren en waar je jezelf ook in kan vermissen. Ik denk dat het je goed gaat bevallen. Ja, en tot 20 juli dus voor de boekpresentatie. En Tori Oso zal dat zijn. Ik ben Carlos Lindveld. Ik groet, heb een heel fijn weekend. Wees lief voor uw naasten. En waar er misschien wordt geroepen, gevraagd om hulp, dan bied een rekende hand. We zijn er weer maandagmorgen om 8:00 en dan is Lloyd Groenewoud uw gastheer. Goeiedag.